Hallo mensen, welkom bij een nieuwe serie genaamd Anthony's Let's Play. En dit is deel 1 en ik ga Minecraft spelen zoals je ziet. Ik ben nu een nieuwe wereld aan het maken. Ik ga ook filmpjes maken op dit kanaal. Ik heb mijn naam Anthony's Let's Play genoemd. Survival. Bonus chest aan, want dat vind ik gewoon fijner. Als je ziet heb ik squid, zijn cool, dus we gaan nu die eten. Nou, we zijn in de wereld. Volgens mij hoeveel lag er is. Ik ga deze torsjes alvast pakken. Ga ik kijken wat er allemaal in zit. Beestone axe. Wood. En ook gelijk voedsel. Voordat ik begin ga ik even kijken op wat voor peaceful. Normaal gelijk. Ik speel altijd op normal en ik zat nog een custom mapje te maken en dat ga ik ook nog wel een keertje filmen. Ik heb nu niet zo heel erg veel lag, dat is gelukkig. Misschien vinden jullie het wel door het filmpje. Ik ga even mijn... Nou, die staat al op bright voor het filmpje, dan zien jullie bijna niks. Deze schapen vast killen voor een bed. Ze kunnen we nachts in ieder geval skippen. Ja, daar zijn squids. Ik heb ook zelf een squid lodder. Ik lol squids. Ja. Ik ben 11 jaar. Ik ga ook filmpjes maken hier. Heb ik al gezegd. Maar laten we eerst maar even hout hakken, zoals we normaal laten doen. Ik vind het wel chill dat ik gelijk 3 axes heb gekregen. Alleen moet ik wel gelijk overgaan naar een wooden pickaxe, want daar had ik meer gehoopt op een stone pickaxe. En een wooden axe ofzo. Maar dat maakt niks uit, dit is ook chill. Ik ga eerst even hout hakken, heb ik al vaker gezegd. Ja. Tja, wat kan ik zeggen? Ik ben een Minecraft-speler. Ik weet wel wat meer af van Minecraft dan Lennart. Hier is een mooi woestijn. Kijk of ik hier ergens een village kan vinden of zo. Daar zie ik wel lava. Dat is dan nog voor obsidian. Ja, ik heb Optifine. Daarom lag ik denk ik ook niet zo heel erg. Alleen ik heb hem ook op short staan. Dus dat is niet echt heel erg spannend. Nou, eigenlijk is het wel spannend. Dan zie je niet zoveel. Alleen, het is oké zo. En ik lag nu een klein beetje. Hier is een cave, dat is handig. Alleen, dit is meer een groot gat dan een cave. Ik denk dat ik even een crafting table ga maken. Ik ga ook nog even een omheining maken voor mijn huis. Ik denk dat ik mijn huis... met die nieuwe crafting dingen. Ga ik heel even wat stone hakken hier. Oh, viel ik er bijna in. Zo, mooi trappetje gelijk. Zie ik een mushroom. Pak ik later wel. Als ik voedsel nodig heb. Gelukkig heb ik al een beetje voedsel voor het begin. Ja, welke
kan ik het over hebben? Ongeveer op 5 minuten. Ik denk dat ik ongeveer bij de 10 minuten het filmpje ga stoppen. En dan ga ik gelijk weer achteraan een nieuw filmpje maken, denk ik. Wow, 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 wow. Waarom muisspace? Dat komt denk ik door het muismatje. Want deze is van mijn broer geweest. En hij heeft hij allemaal met zijn pen erin geprikt. Ook heeft hij een nieuwe gekregen. Heb ik deze gekregen. Want ik heb nog geen muismatje. Dat is heel irritant. Dat kan ik wel een beetje gebruiken als een sandstone mijn of zo. Een beetje veel sandstone hier. Ik denk dat ik dan mijn vloer van sandstone ga maken. Meestal doe ik van dat van wit hout alleen. Dat zie ik hier niet echt. Dus van sandstone is het ook goed. Ja, ik ben nu even wat sandstone aan het hakken. Dat zie je wel. Cobblestone heb ik al. Als jullie die bonusjes cheater vinden, nou, maakt mij niks uit. Alleen, ik vind het gewoon fijn. Fijn. Het zit gewoon in Minecraft, dus ik vind het niet echt cheater. Bijvoorbeeld als je een stief bent en dan in Minecraft val je van een boot en dan is een boot gezonken. Dan vind je nog ook zo'n spullen terug. Dus ik vind het niet heel erg cheater. Het zijn maar een paar spulletjes om een beetje goed te beginnen. Een beetje wat torches, want dat vind ik ook fijn. Ik ga ook gelijk een schep maken. Zodat ik deze even kan weghakken. Ik kan ook gewoon zand als voer gebruiken, alleen dat vind ik een beetje... Ik vind zandstone beter. Zandstone. Dan denk ik ook wel een keertje een chest erom maken. Dat vind ik altijd wel fijn. We zitten al op de 7 minuten en een paar seconden. Volgens mij ook niet met zandstone. Ik heb geen pickaxe.